Welcome to Learn with Dutch Stories. In this story, we'll learn the names of various fruits and vegetables. Important vocabulary will be translated on the screen and will also be available in the comments below this video. Een dag op de markt. Anna gaat naar de markt. Ze wil fruit en groenten kopen. Het is zonnig en de markt is druk. Anna ziet veel kramen met verschillende kleuren. Bij de eerste kraam koopt Anna appels en bananen. De appels zijn rood en groot. De bananen zijn geel en lang. Anna zegt: Ik neem vier appels en drie bananen, alstublieft. De verkoper geeft haar het fruit. Dan gaat Anna naar een andere kraam. Daar zijn groenten. Ze ziet tomaten, komkommers en wortels. De tomaten zijn rond en rood. De komkommers zijn groen en fris. De wortels zijn oranje en knapperig. Anna kiest haar groenten. Ze zegt: ik wil graag vijf tomaten, twee komkommers en zes wortels. De verkoper geeft haar de groente. Anna betaalt voor het fruit en de groente. Ze is blij met haar aankopen. Nu kan ze een lekkere salade maken. Anna loopt naar huis. Ze denkt aan de salade. Het wordt een goede dag. We hope you enjoyed the journey through the market with Anna. En we hopen dat je veel nieuwe woorden hebt geleerd. Tot de volgende keer.